Er moet een app komen om cijfers te verzamelen over etnische profilering door de politie. Dat is althans het plan wat Jair Schalkwijk tot uitvoering wil brengen. Hij is namens de organisatie Control Alt Delete een crowdfundingcampagne gestart om het geld voor zo'n app binnen te halen. Maar dat is nergens voor nodig, zegt vicevoorzitter Hans Schoones van politiebond ANPV. Veel gaat het niet oplossen, zegt hij. Beide mannen zitten hier aan tafel. Goedenavond, hartelijk welkom. Meneer Schoones, u komt uit Schijndel, zei u net. Schijndel. Wat goed dat u bij ons wil zijn vanavond en niet in Eindhoven staat. Erik, wou ik bij jou beginnen. Waar is die app voor nodig, wat jou betreft? De app is nodig om politiecontroles te registreren en om burgers te informeren over wat hun rechten zijn tegenover de politie op straat. En het doel wat we daarmee willen bereiken is het verbeteren van de relatie tussen burgers en politie. We willen dat politiecontroles transparant worden en dat de effectiviteit van politiecontroles meetbaar wordt. Ja, maar dan probeer ik me voor te stellen hoe dat gaat. Je bent dan op straat, je wordt aangehouden, je hebt al dan niet de kleurtje, laat maar even zeggen wel, je hebt een kleurtje. Dan kan je via die app melden, ik ben staande gehouden. Ja. De agent gaf deze en deze reden daarvoor op. Dat was op deze plek. En dan kan je ook bijvoorbeeld een foto uploaden van de plek waar het gebeurde. Ja, en wat gaat er vervolgens met dat bericht gebeuren? Wij verzamelen die berichten, dat bundelen we en dat analyseren we. Dus de crowdfundingcampagne is niet alleen bedoeld om de app te financieren, maar ook om het werk voor het komende jaar te financieren. En wat we daarmee willen beogen is dat er meer zicht ontstaat op etnisch profileren, om uiteindelijk ook de onterechte politiecontroles tegen te gaan. Maar dan ga je ervan uit dat iedereen dat eerlijk doet? Ik ga ervan uit dat bijna iedereen dat eerlijk zal doen. Net zoals dat we ervan uitgaan dat mensen die een enquête van het Sociaal Cultureel Planbureau invullen dat ook eerlijk doen. Ja, maar je kan zeggen van als je al vindt dat etnisch profileren een probleem is, dan kan je daar gewoon even 20 keer wat invullen als je wil. Nou ja, precies. Dus dat soort misbruik, dat gaan we tegengaan natuurlijk. Ja, jij zegt ik wil echt in beeld brengen wat er in de praktijk gebeurt. Dat is wat ik beoog met. Nou, ik vind eigenlijk dat de minister van Justitie, van Veiligheid en Justitie, dat inzichtelijk zou moeten maken. Er zijn al jaren aanhoudende verhalen over etnisch profileren en politiegeweld. En ik vind dat de minister van Justitie daar wat aan zou moeten doen. Helaas is er geen beleid, dan gaan wij het nu zelf doen. Ja, Hans Schoones, goed idee. Nee, ik vind het helemaal geen goed idee. Staande houding worden zonder meer niet vastgelegd in het Nederlandse systeem. En dat betekent ongeacht de achtergrond dat gewoon iedereen staande gehouden kan worden als daar feiten en omstandigheden voor zijn die dat nodig maken. En je moet niet willen dat je op etnische gronden een app gaat ontwikkelen waar je alleen die doelgroep die meneer kennelijk ook aangeeft, dat die daaronder zou vallen. Behalve als het een probleem is en de minister van Justitie pakt het niet op. Ja, je kunt je afvragen, is het überhaupt een probleem? Meneer Schalkwijk? Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het een structureel probleem is. Er is uit situatietest gebleken dat het een probleem is. Wij hebben de afgelopen jaren honderden jongeren gesproken bij evenementen en bij trainingen die allemaal verhalen hebben over etnisch profileren en onterechte politiecontroles. Dus als ik de minister van Veiligheid en Justitie zou zijn, zou ik niet zeggen dat het niet een probleem is, maar zou ik zeggen dat ik die verhalen heel serieus neem en dat ik samen met burgers aan de slag wil om die verhalen te ontzenuwen. Ja, meneer Schoones? Kijk, het probleem wat gezet werd, wordt al een probleempje. Want de afgelopen jaren in meervoud enkele honderden personen die al aangegeven dat zij onterecht zijn staande gehouden. Nou, gaan maar er kunnen nog veel meer gevallen zijn die niet gemeld zijn natuurlijk. Dat zou best kunnen. Het kan ook goed zijn dat heel veel gevallen wel terecht zijn. Hoe vaak komt het voor dat mensen staande gehouden worden, een proces verbaal krijgen of uiteindelijk aangehouden worden, waarvan ze zelf heilig van overtuigd zijn dat er geen sprake is van enige rechtsgrond voor een aanhouding of staande houding. Die vraag kunt u zelf niet beantwoorden. Nee, want de politie heeft geen zicht op de effectiviteit van politiecontroles. Dus of een controle leidt tot een aanhouding, tot een boete of tot een waarschuwing of tot helemaal niks, daar kan de politie niks over zeggen. Terwijl uit de praktijk in Engeland blijkt dat als je die politiecontroles gaat registreren en monitoren, dat en de politie effectiever wordt en de discriminatie afneemt. Maar meneer Schoones, waarom reageert u zo defensief? U kan ook zeggen van, nou, laat maar in beeld komen. Oh, de app. Ik heb helemaal niks tegen de app. Als mensen daar een crowdfunding voor willen gaan doen en ze vinden dat hun belangen op die manier goed gediend zullen zijn, dan wens ik ze alle succes toe daarmee. Maar je kunt je afvragen, wat is het effect? Kijk, de Nederlandse politie, man of vrouw, die weet wat hij heeft gedaan. Die heeft een eet afgelegd, op de grondwet ook. En hij weet wat hij moet doen. Iedereen wordt gelijk behandeld. Oké, maar dan is het een kwestie van, u zegt, ik vertrouw mijn dienders, daar is niks mis mee. Terwijl jij hier zegt van, ja, hallo, je kan ze wel allemaal vertrouwen, maar er gaat wel eens wat mis. Ik spreek zoveel politieagenten die aangeven dat er sprake is van etnisch profileren door de politie. Dus het wordt ook binnen de politie erkend als een probleem. De volgende stap is dat het opgepakt wordt door de minister en aangepakt wordt. Ja, kijk, er gaat wel eens iets mis. En daar ben ik wel mee eens over wat je zegt. Want het perfecte bestaat natuurlijk nooit. En 100% alles goed gaat, zal nooit gehaald worden. Er zal ongetwijfeld iets misgaan.
Alleen moet je afvragen in welke mate gaat er iets mis en wat moet je daar tegen doen. En u bent ervan overtuigd dat dat niet in zo'n mate is dat er echt iets aan wat moet gebeuren? Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Sterker nog, als je vindt dat jij op etnische achtergronden gediscrimineerd wordt door de politie, dan kun je er aangifte van doen. Het wetboek van de strafrecht heeft er keurig een artikel voor. Artikel 137 wordt het OM neutraal en objectief onderzoek ingesteld. Ja, je moet een beetje lachen, zie ik. Ik moet lachen omdat mensen helemaal geen vertrouwen daarin hebben. En je ziet ook dat de klachtenprocedure van de politie volstrekt niet wordt gebruikt. En met name door jongeren niet wordt gebruikt. En dat is ook een van de dingen die we met de app willen veranderen. Dus omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat niet serieus genomen wordt? Nee, omdat ze denken dat de slager zijn eigen vlees keurt. En ik kan ze niet helemaal ongelijk geven. Maar wat de app moet doen is ook die verhalen die wij binnenkrijgen doorsturen, doorlinken naar de klachtenprocedure, zodat er ook meer klachten binnenkomen. Maar dat is wel een belangrijk signaal. Nog één keer die geloofwaardigheid. Denk je niet dat mensen zullen zeggen, ja, dit kan iedereen zeggen wat ze nu in die app zeggen? De controleerbaarheid is niet zo groot, lijkt me. Ja, dat is nogmaals, we zijn nu bezig met de crowdfunding. Als je wil doneren, dan kan je naar geloofinjeproject.nl gaan en daar meer lezen over hoe we het willen opzetten. We zijn nu nog niet bezig met de ontwikkeling van de app zelf, maar echt met de financiering van de app. Oké, het laatste woord is aan Fedra. Fedra, goede app. Ja, nou ja, ik denk op zich wel dat er iets aan de hand is als het gaat om politieagenten die inderdaad mensen met een kleurtje staande houden. Dus ja, why not? Laat maar een beeld komen. Ja, maar aan de andere kant denk ik, ik heb een beetje een hekel aan dat klikgevoel. Dat staat mij erin tegen. Maar je klikt over jezelf dan, hè? Je klikt over jezelf, dus je geeft gewoon dezelfde signalen door. En als je dat met een groep burgers doet, dan crowdsource je eigenlijk de informatie die de minister van Justitie nalaat om te verzamelen. We zijn benieuwd hoe het verder gaat. Dank dat jullie hier waren. We gaan weer even kijken vlak voor.